Er zijn 1600 kinderen kwijt. NRC meldde maandag dat in de afgelopen 4,5 jaar 1600 minderjarige asielzoekers die alleen in Nederland zijn uit de opvang zijn verdwenen met onbekende bestemming. Familie, een ander land, de illegaliteit in of ten prooi gevallen aan mensenhandelaren, drugstelers, pooiers of ander tuig. Toen ik het nieuws las, wist ik één ding meteen heel erg zeker. Ik ga mijn telefoon terugbrengen naar de winkel. Dat ding is hartstikke stuk. 1600 Amber Alerts en ik heb er niet eentje ontvangen. Dat is een technologische wanprestatie van heb ik jou daar. Ik voelde me meteen ook heel erg schuldig dat ik van niks wist dat het hele land op zoek was naar die kinderen. Posters op lantaarnpalen aan het plakken, dat de regering beloningen had uitgeloofd voor wie meer informatie kon geven, dat er een staatssecretaris was afgetreden uit schaamte, dat woedende menigtes klopjachten waren begonnen op de kinderhandelaren met bloedige lynchpartijen tot gevolg en dat ik intussen niks vermoedend columns over verkiezingjes zat te tikken. Haha, grapje natuurlijk. Er waren geen Amber Alerts, geen posters, geen lynchpartijen. En de staatssecretaris stapte wel op, maar dat was om administratieve redenen. Ik was afgelopen week mijn kat kwijt. We hoefden alleen maar een berichtje in de buurt-app te gooien om iedereen op scherp te zetten en mee te laten zoeken. Er bleek een website te zijn waar je je kat officieel als vermist kan opgeven. En de dierenarts hing meteen een briefje op in zijn praktijk. Ik realiseerde me dat er op dit moment dus meer Nederlanders op zoek zijn naar mijn kat dan naar die 1600 verdwenen kinderen. En wat ook interessant is, ik kreeg medeleven. Tenminste, smileys met droevige gezichtjes in de buurt-app, toch de hoogste vorm van empathie die je in deze tijd kan krijgen. Maar niemand die zich afvroeg of het misschien mijn kat zijn eigen schuld was dat hij weg was, wat natuurlijk wel zo was. Niemand die boos uitriep dat er verdomme veel te veel katten zijn in Nederland, wat klopt, en dat we die niet allemaal ook nog eens de hele dag in de gaten kunnen gaan houden, wat ook hartstikke waar is. Niemand die mompelde dat die kat er toch alleen maar op uit is om eten en onderdak cadeau te krijgen en op onze kosten hier een gat in de dag te kunnen slapen, terwijl dat dus precies is hoe de verhoudingen liggen. En vooral, er was niemand, helemaal niemand, die bij het horen van dat nieuws zijn schouders ophaalde en vroeg of ik het filmpje van Donald Trump bij de Engelse koningin al had gezien. Ik kreeg niets dan medeleven, geïnteresseerde vragen, handen op mijn schouder en troostende woorden. Zelfs toen ik vanmorgen aan de samensteller van dit programma doorgaf dat dit het onderwerp van mijn column zou zijn, appte hij terug. Goed, 1600 kinderen, belangrijk onderwerp, maar kat wel teruggevonden? Hartstikke sympathiek natuurlijk. De vraag is alleen waarom het niet lukt diezelfde sympathie op te wekken voor 1600 kinderen. Ook als je voor een streng asielbeleid bent, is het volgens mij niet zo lastig om tegen het kwijtraken van kinderen te zijn. Al zou het desnoods maar zijn omdat je moet weten waar een kind is voordat je het kan uitzetten. Ik weet niet wat erger is, het nieuws over die 1600 verdwijningen of de lauwe onverschilligheid die erop volgde. Natuurlijk is zo'n pensioenakkoord ook hartstikke belangrijk. Moeten we doorwerken tot 66 jaar en 9 maanden of tot 67 jaar en 4 maanden? Lastige kwestie. Maar misschien heb ik een voorstel dat de vakbondsleden over de streep kan trekken. Laten we allemaal doorwerken tot wat we weten wat er met die kinderen is gebeurd. Ze zijn onder ons, ze zwerven rond, ze werken in hennepkwekerijen, las ik, of in nagelstudio's of in de prostitutie. Het zit hem dus in kleine dingen. Opletten op straat en in de nagelstudio. Of bijvoorbeeld als je je net hebt laten bevredigen door een Eritrees meisje van 15, even met het COA bellen. Verder is het natuurlijk vooral te hopen dat de staatssecretaris hier wat aan... Oh, sorry, dat is waar ook. Die hebben we niet meer. Nou ja, dan heb ik alleen nog een boodschap voor de mensen die deze column horen en meteen in actie willen komen. Uit menslievendheid en gevoel voor rechtvaardigheid en pure empathie. Want ik weet zeker dat dit verhaal zo'n reactie teweeg gaat brengen. Het hoeft niet meer. Mijn kat is inmiddels terecht. We zijn wel nog steeds 1600 kinderen kwijt.